Dit is de WT Podcast, de podcast van Warehouse Totaal over interne logistiek. Ik plak er nu geen keuring op, dus die truc is ongekeurd. Mocht er nou wat gebeuren, dan ben je gewoon echt de sjaak. Als daar wat mee gebeurt en inspectie SZW komt langs, ja, dan is die dubbel de sjaak. Want dan heeft hij en de ellende van dat ongeval met alle praktische dingen erbij. En hij krijgt gewoon een forse douw, omdat hij niet aan zijn werkgeversverplichtingen heeft. De inspectie SZW, die kan je dus op de vingers tikken. Absoluut. Met andere woorden, keuren is verplicht. Een jaarlijkse keuring door een deskundige is verplicht. Mm-hmm. Welkom bij de 16e aflevering van de WT-podcast. Ik ben Martijn Rijntjes en in deze podcast praten Gijs Frerix en ik met gasten uit de wereld van de interne logistiek. De leidinggevende daar, die loopt op, letterlijk op zijn sandalen, loopt hij door de hal heen. Nou, dat is wel lekker met het weer. Ja, dat wel, maar dan weet je eigenlijk al genoeg. Deze aflevering is onderdeel van een serie gesprekken over veiligheid in het magazijn. In de vorige aflevering spraken we over leiderschap tonen als warehouse manager en hoe dat leiderschap kan bijdragen aan meer veiligheid. In deze aflevering gaan we het hebben over materieel en waarom het keuren van dat materieel zo belangrijk is. Dat doen we met Jan Hommes, directeur van branchevereniging BMWT, de expert op het gebied van veilig werken in de logistiek. En met Frank Lindeman. Hij is servicemonteur van Toyota Material Handling. Ja, en dan hoop ik dat je als een soort Rob Geus het hele pand kan bestikkeren weer. Ja, stickers mee gaan. Ja, precies. Ja, welkom bij de WT Podcast. Dat zeg ik ook tegen mijn gasten Frank Lindeman in de studio van Warehouse Totaal en Jan Hommes. Dankjewel. Ja, voor logistiek is materieel nodig. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. En zonder materieel dus geen logistiek. En ook belangrijk dat het allemaal goed werkt. En dat we het keuren, dat we het veilig houden. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Frank, jij weet daar alles van. Jij bent 16 jaar keurmeester, hè? Ja. Ja, eigenlijk puur uit interesse, maar wanneer wist je eigenlijk dat je keurmeester zou worden of wilde worden? Nou, het was niet het doel om naartoe te streven. Het was meer, ik rolde erin omdat dat hoorde bij het werk. Je wordt monteur en dan, ja, daar hoort keur ook bij. Ja, ja. En dan in het begin begin je natuurlijk met de machines, de kleinere machines. En uiteindelijk, als je langer met de zaak zit, kom ik bij de grotere machines uit. Ja, ja, en dan, ja, pak je eigenlijk het totaalpakket. Ja. Hoe vaak doe je eigenlijk keuringen bij logistieke bedrijven, logistieke omgevingen? Dat is heel verschillend. Soms gewoon dagelijks en andere keren een hele week niet. Mm-hmm. Dat is net hoe het werken toelaat met je eigen planning, vooral met storingen. Je probeert natuurlijk zo snel mogelijk de onderhoudsbeurtjes goed te doen. Mm-hmm. En daarbij hoort dan ook vaak de keuring. Maar dat verschilt dus heel erg. De ene keer kan je een hele dag bij een klant zitten en doe je zo 6-7 trucjes. Mm-hmm. En de andere keer word je weggeroepen, moet je naar een storing. Of gewoon een reparatie, ja, mm-hmm. dan komt er geen keuring aan te pas. Ja, je zegt 6-7 trucjes. Dat zijn de kleine machines dan. Als je een grote machine hebt, heb je twee. Misschien dat je er twee haalt, soms drie. Ja, en wat keur je precies? Los van die trucs, maar wat is zoal in het magazijn dat je keurt? De truc op zich. Ja. De heftruc, de pompwagen. Als het een motor heeft. Als er een motor aan vast zit. Ja, ja, ja. Dus dan, okay. En sommige klanten willen zelfs, die willen het totaalpakket, geen gezeur. Die willen zelfs een handpompwagen, waar het officieel geen keuring op hoeft. Maar die willen ze ook een keuring hebben, gewoon totaalpakket. Ze willen alles gekeurd hebben. Ja, ja, ja. Ja, prima. Ja, en Jan, hè, kijk, als Frank in het magazijn binnenloopt en hij ziet trucs, dan kan ik me voorstellen, dan zie je meteen of er wat aan schort of met het oog van de smid, zeg maar. Ja, soms wel. Dan zie je, kom je bij een truc aan en denk je, die is aardig gebruikt. Uh-huh. Dus dan weet je, dan heb je wat meer, ook omdat het vaak een combinatie is met een onderhoudsbeurt met de keuring erbij, want je doet eigenlijk hetzelfde werk. En met een onderhoudsbeurt heb je ook alles in handen van de machine. En en als je bij een truc aankomt die echt geleefd is, dan weet je of die moet even goed nakijken. Want die heeft, of bij een klant die met hele zware materieel, met zwaar spul werkt, met echt volle belasting van de machine, dan moet je toch goed opletten met de hefkettingen bijvoorbeeld. Dat is wel een van de belangrijkste onderdelen natuurlijk. Mm-hmm. En dan goed opmeten en of daar slijtage aan zitten. Ja, maar vaak kun je wel zien van als je in een magazijn binnenloopt en dan. En sommige heftruc is hoe er gewerkt is. Ja, hoe er gewerkt wordt. Ja. En het ene bedrijf is gewoon echt hartstikke netjes. En het personeel is super netjes op de machines. Ja. En vaker zie je bij bedrijven waar de personen niet een eigen machine hebben.
Dus dat ze een gewoon wisseltrucs hebben. Elke ochtend pakken ze een andere truc, maakt niet uit wat. Dan zie je, of met ploegendiensten, dan zie je toch wel vaker dat ze wat minder netjes met de truc omgaan. Want het is niet echt eigen. Dus ja, dan zie je toch vaker een truc van helemaal ondergeplakt aan de stickers of met de deuken. Gaan we straks nog uitgebreider over hebben. Ja. Jan, herken jij dat? Dat is op het moment dat jij een magazijn binnenloopt, want jij komt regelmatig in warehouses. Ja. Ook voor de prijsveiligste magazijn mag ik aannemen. Ja, wat Frank zegt, dat herken je. Kijk, het hangt een beetje af van het type bedrijf natuurlijk. Wat ook echt bepalend is voor de belasting van trucks en wat er gebeurt. Maar eigenlijk zie je als je in een magazijn binnenloopt. Het eerste wat als het opvalt, als het opgeruimd is. Als het er strak uitziet. Dan weet je dat over het algemeen het met materieel in de brede zin ook beter gaat. Mm-hmm. Een andere die altijd opvalt is als je rondloopt en je ziet trucks rijden, je ziet de stellingen, zijn ze beschadigd en in welke mate zijn ze beschadigd? Dat zegt natuurlijk ook altijd al heel veel over hoe er gewerkt wordt. En ja, de andere wat me altijd opvalt is snelheid. Op het moment dat het hard gaat, dan gaat het bijna altijd ook met veel beschadigingen en allemaal dat soort dingen. Maar als je ziet dat het beheers gaat, als je gewoon de magazijnruimte binnenloopt en je hebt het gevoel, jongens, hier is het proces onder controle. Je ziet, het straalt bijna rust uit. Ja, dan weet je dat gewoon op veiligheidsniveau vaak heel behoorlijk in elkaar zit. Ja. En dan zijn er altijd nog wel weer dingen die je wel weer tegenkomt. Maar als je het gevoel hebt, jeetje, wat is het hier een chaos? Nou, dan weet je ook wel vaak dat er werk aan de winkel is. In hoeverre gebeurt keuren voldoende in warehouses op dit moment? Heb je daar een idee van, Jan? Nou ja, kijk. In hoeverre zijn ze met bedrijven scherp? Wat natuurlijk belangrijk is, wat Frank zegt. Kijk, en dat is ook een van de unieke kenmerken van BMWT natuurlijk. Is de combinatie van onderhoud en keuren. Het keuren is een jaarlijks ding. Dat gebeurt één keer met een machine in een jaar. Over het algemeen, met machines die veel ingezet worden, is er natuurlijk veel meer onderhoud. Vandaar dat wij ook altijd propageren, en dat is ook wat wettelijk verplicht is, periodiek onderhoud en de periodieke keuring. En die combinatie maakt nou juist dat je die veiligheid van die machine goed kan garanderen. En die veiligheid zit er natuurlijk op de essentiële functies, zodat er geen ongevallen kunnen gebeuren. Maar die zit hem natuurlijk ook in het storingsvrij met dat ding kunnen werken, zodat die chauffeur kan doen wat hij moet doen. Mm-hmm. Zodat de operatie niet stilvalt. Zodat de efficiëntie in het logistieke proces gehaald kan worden. Dus die combinatie is juist zo ontzettend belangrijk. Ja. Er zijn natuurlijk steeds meer foefjes en technieken in de logistiek. Om bijvoorbeeld een heftruck waarbij onderhoud zou mogen plaatsvinden, dat die automatisch stilstaan bijvoorbeeld. In hoeverre zie jij aan de nieuwe technologie in de logistiek en de nieuwe foefjes en nieuwe oplossingen, dat er inderdaad ook veel aandacht voor is? Ik denk dat Frank daar eerst even vanuit de praktijk. Volgens mij zijn ze daar aardig van ons uit ook mee bezig. Met Toyota hebben we het al over. Bij Toyota, dat ze omdat dat eyesight wat Toyota levert, wat in de machine zit, die registreert van alles. Die registreert hoe er met de batterij wordt omgegaan. Er zit een botsensor in de truck. Dus die registreert de trillingen en schokken. En dus ook als je echt een botsing hebt gemaakt, dan valt de truc uit. Dan moeten ze naar een leiding geven en die moeten weer resetten. En zo kunnen ze alles meer monitoren. En daar zijn ze volgens mij inderdaad mee bezig. Dat ze dus ook op voorhand al kan zien van nou die pomp, de pompmotor heeft zoveel uur gedraaid. Die gaat er binnenkort weer een keer aankomen. Mm-hmm. En dan kan je hem dus al ervoor kiezen om op voorhand te vervangen. Voordat die stil komt te staan, voordat die kapot loopt. Ja. En daar zijn ze mee bezig. En in hoeverre dat... Hoe we daar nu in staan, dat weet ik niet precies. Maar ik heb wel inderdaad via de zaken gehoord dat ze daar wel, dat willen ze erin gaan verwerken. Dus dat je dus op voorhand al kan zien. Want een lager die ergens in zit, die gaat langzaam kapot. Die slijt, er komt speling in, die loopt droog. Mm-hmm. En als je dat dan voor kan zijn, als je dan weet van nou zoveel, zo lang gaat hij mee. Of hij meet dat. Mm-hmm. Dan kan je dat voor zijn, voordat hij stil komt staan. Want als de machine stil staat, kijk, dan staat dat deel van de operatie plus de persoon, die staat stil. Ja. En dat kost natuurlijk geld. Er moet iemand bij, er moet een monteur komen. En dan komen wij natuurlijk in het plaatje. Maar dat wil je natuurlijk eigenlijk voor zijn. En dat kan je inderdaad met periodiek onderhoud. Mm-hmm. Kan je dat kan je daar al heel veel mee doen. Ja. Maar Jan, in de vorige uitzending hebben we het ook al even besproken. Maar zou je nog een keer kunnen vertellen waarom het eigenlijk zo belangrijk is? Wat zijn bijvoorbeeld de veiligheids, de ongevallencijfers in de logistiek?
Hebben we daar een beeld van? Nou ja, als ik even, maar dan zeg ik het even een beetje uit mijn hoofd. Mm. Cijfers van inspectie SZW 2019, volgens mij ergens rond de 250 incidenten met heftrucks. 8 dodelijke ongevallen. Dus veel aanrijdingen daarbij. Dus dat geeft wel aan dat we het hier wel over iets serieus hebben. Ja. Ik vind wel, die cijfers zijn zorgelijk. Maar ik vind wel, je moet het wel relateren aan. Net als we met verkeersdoden en ook allemaal dat soort dingen. Absolute aantallen zijn vreselijk. Maar als je het relateert aan de hoeveelheid kilometers, hè, ook met vliegtuigongevallen, dan relativeert dat wel wat. Tegelijkertijd... De menselijke factor. Ja. Natuurlijk komt het door een falen van de machine. Wat waarschijnlijk door periodieke onderhoud. Of is het gewoon door, ja, wat je vaak ook ziet in bedrijven, lomp rijgedrag. Ja, en gewoon niet van uitgaan dat je eigenlijk met een gevaarlijke machine aan het rijden bent. Ja. Het is natuurlijk geen auto met airbags, bumpers en alles. Het is gewoon een stalen ros, een stalen apparaat. En ja, en met twee hele gevaarlijke punten voorop. Ja, en daar moet je wel op die manier mee omgaan. En als je daarnaar kijkt, dan zie je inderdaad dat het maar zelden is dat de mechaniek of het technische deel van de machine het probleem is van het incident of het ongeval. Maar dat uiteindelijk menselijk gedrag zeer bepalend is. En daarom is het ook zo belangrijk om in die logistieke omgeving heldere spelregels te hebben. En ook fysiek te proberen die interactie tussen die machine en die mens zoveel mogelijk uit te sluiten. Want naarmate je dat meer doet, beperk je die risico's. Mm. En beperk je dus het risico op dat soort ernstige incidenten ook. Ja, je zei net van, je noemde het aantal incidenten, hè? Ongevallen. Nou, we weten natuurlijk niet het exacte aantal precies. Je zegt ook van er zijn meer bewegingen, de logistiek groeit. Dus in dat opzicht valt het misschien relatief wel mee. Hoewel het altijd lastig is als we het over ongevallen hebben om die woorden te gebruiken. Maar je zou kunnen denken van het is het topje van de ijsberg. Ja, nou ja, dat zou ook kunnen. Het is een topje van een ijsberg. Nu is het wel zo natuurlijk dat bij serieuze bedrijfsongevallen is het de verplichting om het te melden bij inspectie SZW. Ik denk ook niet dat daar heel veel loopjes meegenomen worden door bedrijven. Dat is toch wel een serieus ding. Dus in die zin zeggen die cijfers natuurlijk wel wat. Ja. Kijk, wat natuurlijk belangrijk is voor je veiligheidscultuur, is ook gewoon te durven kijken van jongens, wat zijn nou de situaties dat het net goed ging? Want dat zijn vooral de leerpunten die je hebt op van waar kan ik verbeteren om die risico's te verlagen. En daar zijn ook juist, als we het over materieel hebben, die technische voorzieningen die machines tegenwoordig hebben, sensoren, registreren en allemaal dat soort zaken, die heel veel informatie geven over wat gebeurt er nou daadwerkelijk in mijn operatie en wat kan ik dus doen om die risico's te verbeteren. Kan ik op gedrag sturen? Moet ik snelheid naar beneden halen? Moet ik misschien in mijn inrichting van mijn magazijn een paar onderdelen gaan veranderen? Heb ik uiteindelijk wel het juiste materieel rijden? Of doe ik toch eigenlijk dingen met de verkeerde machine die ooit is aangeschaft, is nog niet afgeschreven is en allemaal dat soort zaken? En dat soort keuzemomenten komen allemaal voorbij op het moment dat je als logistiek manager eigenlijk veiligheid en je operatie serieus onder de loep neemt en gaat kijken van waar zijn we hier nu eigenlijk mee bezig. Ja, je noemt eigenlijk al een paar pijlers op. Hè. We hebben dus in deze uitzending hebben we dus voornamelijk over materieel en keuren. Je noemt ook al gedrag, cultuur. Daar komen we in de andere podcast-uitzendingen uitgebreid op terug. Nog even over materieel. Hè. Ik vroeg eerder van als je een magazijn binnenloopt, kun je dan vaak gelijk zien van is er wat mis? Is het wel eens voorgekomen, Jan, dat jij een warehouse binnenkomt en Dat de schellen je van de ogen vallen bijvoorbeeld? Nou, nee. Nou is dat ook wel zo dat als ik een magazijn binnenkom, dan kom ik voor de prijs veiligste magazijn of dat soort zaken. Nou, dat zijn over het algemeen bedrijven die het wel behoorlijk op orde hebben. Ik denk dat Frank misschien wel eens een keer dingen tegenkomt dat hij zegt van, oh jee, hoe kan dit in godsnaam in de praktijk? Ja, en dat gebeurt. En daarom is het belangrijk dat we dit soort dingen, dat we daar aandacht voor vragen. En ik kan alleen maar tegen iedereen zeggen die denkt dat het serieus omgaan met je materieel alleen maar een moedje is vanuit veiligheid. Kan ik alleen maar zeggen, het levert je geld op. Want wat Frank net zei, op het moment dat jij je onderhoud plant en jij kiest ervoor
om de machine stil te zetten, om hem te laten onderhouden, dan heb je zelf het moment in handen. En anders valt hij uit op het moment dat het je helemaal niet uitkomt. Mm-hmm. Omdat namelijk op vrijdagmiddag die vrachtwagen geladen moest worden. Ja. En verdorie, nu staat die truck stil. Frank, je bent het lachen, je herkent het allemaal. Ja, en dat is dat ik zeg, jongens, denk nou na en mm-hmm. kies nou zelf je moment. Want je weet ook wat er gebeurt op het moment dat vrijdagmiddag die vrachtwagen geladen moet worden en dan gaat iets meuren. Dan wordt er geïmproviseerd. En wanneer gebeuren de meeste ongevallen? Op het moment dat er wordt geïmproviseerd. We doen het even snel, zus of zo, of het moet even dat. Ja, en dat zijn, dan bouw je eigenlijk voor jezelf gewoon de onmogelijkheid. En je haalt je efficiëntie niet en je gaat onveilige situaties creëren. Frank, jij knikt. Ja. Wat zijn voor jou de meest, laten we zeggen, bedenkelijke momenten in een magazijn dat je denkt van, goh, dat... Ik noem geen namen, maar ik heb één klantje erbij die, dat heb ik ook teruggekoppeld naar de zaak, die de hefketting van de heftruck, die is 3,5-4% versleten, dat is gewoon afkeur, dat is gewoon niet veilig meer om te gebruiken. En dat heb ik ook gezegd, en die klant zegt, dat komt wel. Ik zeg, ja, maar houd rekening mee, ik plak er nu geen keuring op. Dus die truc is ongekeurd. Mocht er nou wat gebeuren, dan ben je gewoon echt de sjaak. Ja. Maar dat is ook al wat Jan zegt, bij binnenkomst bij het bedrijf. De leidinggevende daar, die loopt op letterlijk op zijn sandalen, loopt hij door de hal heen. Nou, is wel lekker met dit weer. Ja, dat wel. Maar dan weet je eigenlijk al genoeg. Dan weet je eigenlijk al, nou, die houdt zich niet echt aan de regels. Mm-hmm. Want je moet niet voor niets veiligheidsschoenen aan in een bedrijf. Je hebt ze nu ook aan. Je moet zo door naar een klant. Ja. Dus, maar dat is ook, dan weet je eigenlijk al bij binnenkomst van, oké, het is zo'n klant. Ja. En je kan het aangeven. Ik heb het ook aangegeven. En een paar weken later, want hij zei van, ja, ik ga het zelf wel regelen. Het komt helemaal goed. En een paar weken later bel ik hem op. En van, ja, kan ik al langskomen voor het keur? Nee, het is nog niet gedaan. Dit en dat. Ik zei, hou er rekening mee. Ik ben niet verzekerd. Ja, ik weet niet, volgens mij heb je ook een probleem met de verzekering als er wat gebeurt. Maar komt helemaal goed. Nou, dan heb ik er twee keer aangegeven. Ik geef het aan op de zaak van, jongens, let op, die klant heeft geen keuring. Dus mocht dat gebeuren, ik heb me ingedekt. Ik haal mijn handen ervan af. Het is niet veilig. Mm. Ja, dat is gelukkig. Is dat in mijn hele rayon waar ik zit, is dat de enige klant die op die manier werkt. En voor de rest, over het algemeen, wordt er wel strikt naar gekeken, hoor. Wat is jouw rayon? Wat is jouw werkgebied? Ja, het is eigenlijk vanaf Amersfoort naar Barneveld, de A1. Mm. En dan de hele A30 naar beneden. En dan tot en met Arnhem. Tot en met Arnhem. Ja, een rechtstuk A12. Ja. Dus het is eigenlijk een slingertje. Is het. En dat al 16 jaar? Nou, de laatste 6 jaar nu. De laatste zes jaar okay. Zit ik in de buitendienst. Ja, ja. Okay. Ja. En daar zie je hem ook, hè? Maar daar zit natuurlijk wij vanuit BMWT, met de BMWT-bedrijven, met het keuringssysteem, proberen klanten zo goed mogelijk te laten zien, jongens, je kunt gewoon onderhoud en keuring op een verantwoorde manier doen. En natuurlijk kost dat geld, want Frank moet betaald worden en allemaal dat soort dingen. Maar dat levert je ook heel veel op. Maar laat één ding duidelijk zijn. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van die machine ligt bij de werkgever, bij de gebruiker. Die ligt natuurlijk wel bij het keuringsbedrijf om een goede keuring en daar de handtekening van Frank op het keuringsformulier te zetten. Maar daarmee is alleen maar aangetoond van, jongens, wij hebben die keuring serieus uitgevoerd. Dat wordt er gecontroleerd en BMW laat er ook steekproef op uitvoeren om te kijken of dat proces aan die kant allemaal goed gaat. Maar op het moment dat Frank zegt van, ik kan geen sticker plakken op deze machine, want die machine is niet veilig. Daar moet een reparatie op uitgevoerd worden om hem weer veilig te krijgen. En de klant zegt, nou ja, dankjewel, maar ik ga wel kijken wat ik doe. Loopt die klant letterlijk en figuurlijk een enorm risico. Mm-hmm. Hij loopt natuurlijk letterlijk een enorm risico, omdat hij met een onveilige machine werkt, waar natuurlijk van alles mee kan gebeuren. En als dan wat mee gebeurt en inspectie SZW komt langs, ja, dan is die dubbel de sjaak. Want dan heeft hij en de ellende van het ongeval met alle praktische dingen daarbij. En hij krijgt gewoon een forse douw, omdat hij niet aan zijn werkgeversverplichtingen heeft. De inspectie SZW, die kan je dus op de vinger stikken. Absoluut. Met andere woorden, keuren is verplicht. Een jaarlijkse keuring door een deskundige is verplicht. Mm-hmm. En een niet gekeurde machine. En je moet dus kunnen aantonen in je systeem dat je dat op orde hebt. En dat doe je dus, bijvoorbeeld als je dat via BMWT-keur laat doen, dan ben je dus als werkgever altijd gedekt. Want je hebt je onderhoudsrapporten, je hebt je keuringsrapporten. En je kunt gewoon tegen SZW zeggen, kijk, dit is er met die machine gebeurd. Aan die kant heb ik het gewoon goed gedaan. Ja, laten we daar heel veel kort op inzoomen. Want je noemt BMWT-keur, we hebben het over algemeen keuren. Ja. Wat is precies het verschil tussen
nou ja, ik noem maar even de reguliere keuringen en keuringen onder de noemer BMWT-keur. Nou ja, om even te beginnen. In de ABO-wetgeving staat dat je als werkgever moet kunnen aantonen dat je machine veilig is. En dat doe je door te kunnen aantonen dat je periodiek onderhoud laat uitvoeren en dat je laat keuren door een deskundig persoon. Je mag als werkgever zelf bepalen wie die deskundige persoon is. Mm-hmm. Op basis van wat je daarvoor dus zeg maar in je dossier hebt, bepaalt uiteindelijk inspectie SZW of je voldoende aan je verplichtingen hebt voldaan of niet. Als een soort logistieke politie kunnen zij... Als een soort logistieke politie kunnen zij dat beoordelen. En wat zij gaan doen op het moment dat er een incident is geweest en ze komen, gaan ze ook kijken naar van hoe zit het met uw onderhoud en uw keuringen. De kracht van BMWT-keur is dat op het moment dat er een incident met een machine heeft plaatsgevonden en ze zien de geldige BMWT-sticker daarop zitten, dan gaan ze eerst naar de omstandigheden van het incident kijken. Want dan weten ze eigenlijk, het zit hem niet, waarschijnlijk niet aan de technische kant of aan die zaak dat er verzaakt is op onderhoud en keuring. Uiteraard wordt daar nog wel even naar gekeken om het hele onderzoek compleet te maken van ja, wat is er dan precies gedaan en wat is er geconstateerd en dat soort zaken meer. Maar dan heb je dat gewoon goed afgedekt. Mm-hmm. Dus het is ook niet zo dat er een wezenlijk verschil zit tussen de ene keuring of de andere keuring. De kracht van BMWT-keur is onderhoud en keuring gecombineerd. Dus als Frank constateert, hey, dit is niet in orde, daar zou ik de machine op moeten afkeuren, kan die 9 van de 10 keer, als die de spullen in zijn bus heeft liggen, de reparatie uitvoeren om aan het eind van zijn werkzaamheden te kunnen zeggen, u heeft een goedgekeurde machine. Ja, ja. Stel dat je een onafhankelijke of wat dan ook, alleen maar, die alleen maar zou komen om te keuren, die constateert, die hefketting is niet oké, die moet vervangen worden. Toedeledokie. Mm-hmm. En dan moet de klant moet een monteur gaan bellen. Dan moet de monteur komen. Nou, die moet dat nog een keer gaan doen. En feitelijk moet je dan eigenlijk op dat moment die keurmeester weer laten komen om nog een keer weer die machine te laten keuren. Nou, dat hebben wij met het systeem van BMWT-keur, hebben wij dat natuurlijk eigenlijk in één pakket gezet. Mm-hmm. Waardoor die machine ook maar één keer stilstaat. Je luistert naar een podcast van Warehouse Totaal in samenwerking met BMWT. De belangenbehartiger van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel. BMWT levert toegevoegde waarde op het gebied van veilig, deskundig en duurzaam werken. Ga voor meer informatie naar bmwt.nl. En dan nu terug naar de podcast met redacteur Gijs Freeriks en zijn gasten Jan Hommes en Frank Lindeman. Frank, jij keurt ook onder de noemer BMWT-keur, hè? Ja. Jan noemde net even dat op het moment dat er iets wordt goedgekeurd, er komt er een sticker op. Hè? Ik zie het me zo voor me. Jij hebt een dag keuren achter de rug en er rijden allemaal heftrucks met BMWT-keurstickers rond. Is dat een beeld dat juist is? Of komt ja, er wel, ja? Ja, als je dus onderhoud en, of onderhoud de keuring hebt gedaan, dan inderdaad. Ja, dan, dus gewoon, ja, dan is het afgevinkt en vroeger was het piertje invullen en dan moest je inleveren en nu gaat het digitaal. Ja. Dus een mooi digitaal formulier. Het zit gewoon bij ons in ons systeem verwerkt. Mm-hmm. En dan klik je aan van welk type truck het is. En dan, want je hebt meerdere soorten formulieren heeft BMWT per type truck. En dan moeten ze natuurlijk allemaal andere keuren, eisen en dingen. Dus ja, dat... Ja, je noemde nu een paar dingen op. Maar als jij naar een keuring gaat, zou je nog een keer kunnen vertellen wat je allemaal precies meeneemt? Wat heb je nodig om die keuring goed uit te kunnen voeren? Het gebeurt dus niet meer met... Simpel met pen en papier? Nee. Wat neem je allemaal mee? Het is in dit geval, we hebben nu een mooie laptop. En daar, of een tablet is het eigenlijk. En daar, daar zit het op. Mm-hmm. En omdat wij het eigenlijk altijd dus samen met de onderhoudsbeurtje doen. Dan heb je alles, bij een onderhoudsbeurt pak je al alles. Ja. En dan heb je alles al in handen. Je doet een soort APK'tje. Ja, een soort APK. En dan je doet de ketting even controleren of die versleten is. En je kijkt naar alles, of er geen open kappen zijn met grote gaten, want dat is ook niet goed. Mm-hmm. De vorken zijn natuurlijk heel belangrijk, of die niet te veel versleten zijn. Mm-hmm. En dat doe je dus al met het onderhoud, dus dan heb je 2-in-1. En dat is dus mooi. Aan het eind van je onderhoudsbeurt dan, nou, alles is goed. En dan gaat de sticker erop. Mm-hmm. En dan vul je het formuliertje in. En dan, en dan is het natuurlijk weer good to go. En wat is eigenlijk het meest kwetsbare aspect van bijvoorbeeld een heftruck? Wat is het onderdeel van een heftruck waarvan je zegt, ja, dat verdient extra aandacht? Of dat ja, is... de hefkettingen. De hefkettingen. Want daarmee zet je natuurlijk alles naar boven. Die gaan de hele dag op en neer. Mm-hmm. En dat is kijken. Daarbij komt natuurlijk alles. Je moet ook kijken naar het slijtage van de wielen. En er zitten zoveel in. En hoe de slangen zijn of de beschermmantel goed is. Mm-hmm.
Maar ja, de hefketting is wel echt het onderdeel dat misschien het meest kwetsbaar is. Ja, ja. Dat, nou ja, die heeft het over het algemeen het zwaarste verduren. Ja, ja. Die moet elke keer die last optillen natuurlijk, ja. Mee naar boven. En die rekt uit. Die heeft gewoon, want die loopt over rollen in de mast. Mm-hmm. En precies op die punten rekt die het meest uit. Komt de meeste kracht op te staan. Ja, ja. Dus dat, ja, en op de rechte stukken van de ketting, vrij onderaan met voorkeurbord, daar gebeurt niet zoveel, ja, mee. Maar het is echt de delen die over de rollen heen lopen, daar komt veel rek op. Mm-hmm. En dan als jij 1500 kilo op de vork hebt, ja, dat komt elke keer eroverheen. Ja, dat rekt, ja, gewoon uit. Wat ik ook wel interessant vond, we hebben eerder in het blad Warehouse Totaal, hebben we dus in een van onze eerdere edities een verhaal gemaakt met jou ook. Je bent op bezoek geweest bij Bunzelverpakkingen. Ja, ja. En ik kan me herinneren dat een van de dingen die je zei was dat, waar ik eigenlijk niet zo snel bij stil sta, maar als de vloer gewoon in ieder geval glad is, als de vloer in orde is, dat kan dan zo'n groot verschil maken voor de belasting voor heftrucks. Ja, ja, ja. En heeft dat echt veel impact? Ja, sowieso. Het is sowieso voor de machine. Kijk, in een magazijn zie je vaak, vaak de noemer wordt vaak heftruck genoemd. Mm. Maar heftruck is over het algemeen, zie je het meest buiten rijden. Dat is meer buiten natuurlijk. Je hebt wat grotere, zachtere banden. En dat kan met meer dijnen, omdat buiten vaak stel gewoon platen en over een was overheen rijden. Maar binnen ga je eigenlijk vanuit dat er een rietstuk rijdt, een elektrische pompwagen. En die hebben natuurlijk, zo'n truck heeft geen vering. Dat zit er niet in. Het is gewoon op de banden, er zit vulkeland op. Het is natuurlijk een stalen velg met een klein beetje loopvlak vulkeland eromheen. Ja, en dat heeft niet veel te, dat hoe gladder de vloer, hoe mooier dat loopt. Mm-hmm. En als jij, je ziet het vaak als een pand wat ouder is, dan heb je natuurlijk de naden in een pand van de vloeren. Dat gaat af en toe afbrokkelen, mm-hmm. Dan krijgen er gaten in. En ja, de ene bedrijf is daar wat netter in om dat te repareren dan de ander. En als je daar elke keer doorheen bonkt, ja, die truck die krijgt elke keer een opdonder. Mm-hmm. En dat deint door die hele truck heen. Het is voor de elektronica niet goed en gewoon, ja, voor alles, voor de lagers in de wielen is dat niet goed. Ja. Ja. Dus ja, en dat tikt wel door. En dan heb je het nog ineens over de gesteldheid van de persoon die op de truck rijdt natuurlijk. Mm-hmm. Die krijgt ook elke keer die klap door zijn lichaam. Ja. Ik ga je daar straks nog even een vraag over stellen. Maar eerst hebben we Jan terug even naar BMWT Keur. Ja. Die keuringen worden uitgevoerd. En ik heb begrepen dat daar een aardige stijging in zit. Dus dat lijkt me positief nieuws. Van zeker, het aantal keuringen. Ja. Wat kun je daarover over vertellen? Nou ja, misschien eerst nog eens even. Kijk, je moet BMWT Keur een beetje vergelijken met eigenlijk een privaatrechtelijke APK voor machines. Mm-hmm. He, wij hebben eenzelfde soort systeem. Er is een stichting BMWT Keur, die stelt de keuringseisen op. Er zijn keuringsformulieren. Dus dat geeft de keuringspunten per machine of product. Wij hebben ook verschillende productgroepen. He. En het is dus ook zo dat, zoals Frank, die keurt dus mobiel intern transport. Bij ons worden ook tractiebatterijen en laders gekeurd. Magazijnstellingen gekeurd, grondverzetmateriaal, bouwmaterieaal. Dat zijn allemaal verschillende productcategorieën. Dus niet alleen heftrucks. En niet alleen heftrucks. Bedrijven en monteurs kunnen dus ook gecertificeerd worden voor meerdere productgroepen. Mm-hmm. Maar ben jij niet gecertificeerd voor een productgroep, dan kun jij die productgroep ook niet keuren. Dus Frank kan in een magazijn geen stellingen gaan keuren, om maar even een beetje extreem voorbeeld te nemen. En wij zetten daar dus ook die steekproeven op. Wij doen op 1% van die keuringen doen wij steekproeven, omdat wij gewoon willen kijken. En of die klant die zekerheid willen geven, van wacht even, er wordt hier serieus naar gekeken. Er is weliswaar een monteur, in dit geval van Toyota Material Handling, mm-hmm. die keuring doet. Maar die keuring is onder supervisie van BMWT. Yes. En dat moet gewoon goed gebeuren. En dat is niet een kwestie van, we doen wel even wat u wil. Nee, het wordt serieus beoordeeld. En als de machine afgekeurd moet worden, dan wordt die afgekeurd. Mm-hmm. En als die goedgekeurd wordt, dan is die ook goedgekeurd. Dus daar zitten wij op in. Wat wij gelukkig zien, is dat het aantal keuringen jaarlijks blijft toenemen. En ja, ik denk dat in een combinatie zit. En één, er komt meer materieel. Dat is gewoon zonder meer. Logistiek gaat goed en ook grondverzet. Dus er komt meer materieel. Ik denk dat er ook meer bedrijven zijn die zeggen van, jongens, we gaan dit gewoon serieus doen. Dus er zijn meer bedrijven die gewoon ervoor kiezen om te zeggen, ik wil mijn materieel en al mijn materieel gekeurd hebben. Mm-hmm. Dus en ik denk dat gewoon bijdraagt aan bewustwording. Meer bewustwording. Ja. En met name denk ik dat je wel de omslag ziet bij, zeg maar, wat namen de grotere bedrijven, de grote ketens, die gewoon besluit hebben genomen. Jongens, wij willen dit gewoon ook samen met onze leveranciers goed geregeld hebben. Mm-hmm. Want het is het ons niet waard om hier gedoe op te krijgen. Eén, je efficiëntie van je operatie niet, hè, dat onderhoudspunt wat we zeiden. Mm-hmm. Maar ook niet in de zin van als de inspectie SZW een keer over de vloer komt, of over de vloer moet komen, dat je dan gedoe krijgt over of nou iets wel gekeurd is. Regel het gewoon goed. En het geeft ook
de zekerheid en ook voor je personeel. Jongens, we werken hier veilig. Er wordt serieus naar gekeken. Stel je nou voor dat jij iedere dag moet gaan werken en dat jij met een arbeidsmiddel aan de slag moet, waarvan je eigenlijk denkt van ja, maar het is eigenlijk niet veilig om hiermee aan de slag te gaan. Stel je voor dat jij je iedere dag moet afvragen of jouw laptop niet toevallig onder stroom staat. Ja. Ja, dan ga je dus, dat gaat natuurlijk niet goed. We zitten nog altijd in coronatijd. Ik hoop dat op het moment dat wij deze serie podcast hebben afgerond, Jan, dat we er dan uit zijn, of in ieder geval grotendeels. Laten we het hopen, ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat het misschien ook impact op jouw werk, Frank, als keurmeester. Ja. Wat is die impact? In het begin, toen het net begon, was het natuurlijk allemaal huiverig en alles. Overal staan natuurlijk handen ontsmetten en dat soort. Mm-hmm. En de mondkapjes en ja. En dat verschilt per bedrijf. En we zien nu dat gewoon, ja, de meeste bedrijven bieden dat wel allemaal aan, dat soort dingen. Maar het, in mijn geval met qua het werk, ik sta toch vaak achteraf ergens in de hoek van een hal of in een werkplaats, ja, of net buiten onder afkap, of ik sta niet midden vol tussen alle mensen. De wet van ons vanuit de zaak werd vanaf begin af aan al meteen gezegd: ga niet pauze houden in de kantine, mm-hmm, waar meerdere mensen samenkomen. Hou je toch een beetje op de achtergrond. En op zich, ja, gaat dat heel prima. Ja. Jan, aan het begin van de coronaperiode, althans in het voorjaar van 2020, hebben jullie als BNBT, om ook misschien ook Frank en zijn collega's, om hen te adviseren en te helpen in coronatijd om veilig te kunnen doorwerken, hebben jullie een sectorprotocol opgesteld. Ja. Samen veilig doorwerken heet dat. Ja, om eigenlijk alle betrokkenen te beschermen. Absoluut. De aspecten die Frank net noemt, komen die daar ook in? Ja, die komen daar ook naar voren. En toen natuurlijk vorig jaar dat allemaal losbarst, toen was er ook heel veel onzekerheid en onduidelijkheid bij een hoop bedrijven. Ja, wat kunnen we nog wel, wat kunnen we niet? Wat mogen we nog wel, wat mogen we niet? En het lastige voor servicemonteurs zoals Frank was, die stonden niet op de lijst van vitale beroepen. Ja, er kwam heel snel zo'n lijst met vitale beroepen. Daar logistiek stond wel, maar Frank als keurmeester niet. Nou, een deel van logistiek wel, okay. Voedselvoorziening wel. Maar dat was dus allemaal een beetje grijs gebied. Ja. En gelukkig werd er wel vrij snel duidelijk dat dus zeg maar de servicing van de vitale sectoren in principe wel door kon gaan. Mm-hmm. Maar ja, dat gezegd hebben, moet je dat natuurlijk wel even met elkaar gaan regelen. Er waren natuurlijk ook wel klantbedrijven huiverig die zoiets hadden van nou, niemand bij mij naar binnen, want het risico maar zoveel mogelijk. Dus het was heel belangrijk om iedereen duidelijkheid te geven. Jongens, dit is essentieel voor het functioneren van je als bedrijf. En uiteraard nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen in acht om de risico's op besmetting zo klein mogelijk te maken. Nou, ja. Daar hebben ook alle bedrijven met dat sectorprotocol op hun eigen manier weer invulling aan gegeven, gelukkig maar. En wij hebben dus bijvoorbeeld wel ook in die periode gezegd, nou weet je, we vinden het vooral belangrijk dat die monteurs blijven komen voor dat onderhoud en die keuringen. Want dat is natuurlijk essentieel, dat die machines, dat er niet doorgereden wordt met machines die eigenlijk een beurt nodig hebben. Mm-hmm. Dat is aan alle kanten niet goed. Maar we hebben bijvoorbeeld wel even die steekproefinspecteurs on hold gezet, omdat wij zeiden van ja, die steekproeven zijn wel belangrijk voor de kwaliteit van ons systeem, maar corona is net even belangrijker in dit geval. Dus daar, ja, laten we dat nou maar even niet doen, om bedrijven niet extra te belasten met nog meer mensen bij hun over de vloer. Dat sectorprotocol heet het sectorprotocol 2020. In hoeverre is het nu nog relevant? We zitten bijna aan het einde van de coronaperiode. Wat kunnen bedrijven er nog uit leren? Nou, ik denk dat ze er nu niet zoveel meer uit leren, omdat we nu eigenlijk met z'n allen wel hebben geleerd hoe we dit op een verantwoorde manier kunnen doen. We zien natuurlijk alle leveranciers weten met hun monteurs welke maatregelen nemen wij van bescherming. En alle bedrijven waar ze over de vloer komen hebben inmiddels ook hun maatregelen genomen. En ik denk dat daar ook wel uit duidelijk is geworden dat met die beperking eigenlijk wel redelijk goed is gegaan. Er zijn ook geen voorbeelden volgens mij van grote besmettingen bij bedrijven juist door dit soort activiteiten. Nee. Ja, wat wel dus, wat Jan al zei, wat toch grappig dat je dan bij de, toen net begon inderdaad, de bedrijven weer je. Dus dan belde je op van hé, tijd voor onderhoud. Ja, nee, externe mogen niet meer het bedrijf in komen. Dus stel dat maar even uit. Nou, oké, nou prima, als ze dat willen, hun keus. En dan de twee dagen later word je gebeld, ja, dan staan ze truc stil, kom maar. Dan is het even minder belangrijk. Ja, want dan, ja, zo zie je maar dat hele logistiek en de machines, het is gewoon essentieel, dat moet door. Ja. Als ze heftig stilstaat, is leuk, maar dan staat het bedrijf uiteindelijk ook stil. Ja. Mm-hmm. Of het deelproces ervan. Dus uiteindelijk moesten we er alsnog gewoon heen en dan, ja. Maar ja, het bedrijf waren natuurlijk, iedereen was natuurlijk huiverig, van ja, wat moeten we nou? Mm-hmm. En dan zo snel maar eigen
eigen mensen allemaal beschermen en alle externe buiten houden. Maar ja, dat kan niet altijd, want een truck die gaat ook door, die slijt door. Er wordt gewoon mee gewerkt, dus ja, die houdt ook gewoon... Ja, daar moet ook naar gekeken worden. Ja, je zei net van, die bedrijven waren een beetje huiverig nog, ja. Hè? Zijn bedrijven soms ook wel eens huiverig dat ze denken, ja, ik laat de servicemonteur komen. Tegelijkertijd wil ik dat de operatie moet doorgaan. Hè? En dus, je zei eerder ook van, ik sta ergens in een hoekje, maar is dat altijd het geval? Of, Nee, soms sta je ook wel gewoon op dat je denkt van, nou, dan moet je LM-raadje doen. Die last minute risicoanalyse van, ja, sta ik hier wel veilig, hoe ik hier nu in de hal sta? Want de trucks die rijden strak achter je langs, de productie gaat gewoon door. Maar ja, dan moet je gewoon netjes afzetten met pionnen en wat kan, dat je opvalt, dat je er staat. Maar dat verschilt per bedrijf ook. De ene is gewoon heel makkelijk, de andere kunnen gewoon de machines niet missen. Maar ja, dat is leuk, maar niet missen. Nu kan je er, inderdaad wat Jan al eerder zei, nu kan je ervoor kiezen. Mm-hmm. Van nu plan ik hem in dat hij stil wordt gezet. Maar ja, als je ermee doorloopt, ook goed. Maar dan valt hij, gaat een keer uitvallen. Ja. Die kans is gewoon aanwezig. Ja. En dan als je uitvalt, dan komt het inderdaad altijd op een beroerd moment. En dan, dan komen wij natuurlijk ervoor. Maar ja, dat kan je beter voor zijn. Het kan wel voorkomen dat je ergens naartoe gaat. Een kleine magazijn, misschien een paar heftruckjes. Dat ze er even eentje af moeten staan. Ja. Misschien dat de productie even moet worden afgeschaald. Om vervolgens dan weer twee stappen harder te kunnen lopen. Ja. Er is altijd wel ruimte dat even een machine stilstaat of wat dan ook. En de hele grote bedrijven, die hebben vaak wel wat overcapaciteit. Mm-hmm. Dus die kunnen wel een trucje missen. Het is alleen ook wat je dan vaak tegenkomt. Dan kom je voor een melding van... de machine doet iets raars, maar ze kunnen hem nog wel gebruiken. Nou, is goed. Dan kom je bij het bedrijf aan. Nou, ik ben er. Ik kom repareren. Ik kom even kijken wat het probleem is. En dan, maar ik kan hem nou niet missen. Kan je niet een half uurtje wachten, dan ik pauze. Dan kan ik hem missen. Ik zeg, ja, maar ik kom hier om die machine na te kijken. Je geeft zelf aan de melding naar je leidinggevende. Hij is niet meer goed. Er is wat mee. En dan ben ik er. En dan heb je het te druk, dan kan je hem niet afstaan. Ik zei, ja, dat is natuurlijk ook de andere kant van het verhaal dan. Ja. Ik zei, wil je nou veilig op die machine rijden zonder problemen? Of, uiteindelijk krijg je hem wel. Maar het is niet altijd even makkelijk. Sommige klanten, of vaak de chauffeur, die heeft gezegd, ja, ik heb hem nodig. Ik moet ook door. Ik zei, ja, de machine is niet goed. Dat geef je zelf aan. Ja, dat is ook het verschil. Ja, we gaan eigenlijk naar de tips van Jan toe. Ja. We zitten ongeveer aan het einde van de uitzending. Ja. En dan gaat Frank daarna door naar, naar de volgende klant. Hard aan het werk. ja, en dan hoop ik dat je als een soort Rob Geus het hele pand kan bestikkeren weer. Ja, stickers mee gaan. Ja, precies. Precies. Maar ja, Jan, net als in de vorige uitzending sluiten we iedere aflevering dus eigenlijk af met jouw tips. En in dit geval dus als het gaat om materieel, keuren en dat soort zaken. Dus ja, wat zijn jouw drie tips die jij de luisteraar zou willen meegeven? Ja, ik zou graag de volgende drie tips mee willen geven. De eerste is, doe bij de start van de werkzaamheden een controle van de machine. Last minute risicoanalyse. Check of alle essentiële veiligheidsonderdelen van de machine werken. Dat is heel belangrijk voor de chauffeur die op een machine stapt. Check dat even. Mm-hmm. In het verlengde daarvan, tip 2. Doe een periodieke inspectie van je magazijnstellingen. Inventariseer eventuele schades en neem actie richting vervanging en dat soort zaken. Loop één keer per week of één keer per twee weken even dat rondje door je magazijn en noteer even wat je opvalt. En dat ligt in het verlengde van die eerste twee tips. Mijn derde tip, vraag je af wat de geconstateerde schades die je tegenkomt zeggen over de manier van werken in je bedrijf. Dat is eigenlijk waar wij mee begonnen in deze podcast. Hè? Wat zie je nu als je binnenkomt? Analyseer dat nou nu eens voor jezelf. En durf ook gewoon eens even te kijken, wat zie ik nou eigenlijk? En wat zegt dat eigenlijk over de manier waarop we het hier met elkaar doen? Ja, die punt 1 is daar inderdaad, dat zijn wij er ook mee bezig. Bij steeds meer klanten. Sommigen zien echt briefjes op de truck liggen. Ja. Dat ze moeten invullen, tijd, datum, chauffeur en checken. Mm-hmm. En in wat ik eerder zei bij ons bij Toyota, dat eyesight. Dat hebben ze ook, dat grote bedrijf vaak, dat pre-op-check is dat. Er komt een extra kastje op de truck. En voordat ze de machine aan kunnen zetten, moeten ze een vragenlijst doorlopen. Ja. En daarin wordt dan aangegeven, is het natuurlijk veilig om te werken? Zie je schade? Zie je lekkages? Zijn er rare dingen? En als ze dan, er zitten dan een paar essentiële vragen bij. En als ze die dan met het antwoord invullen, aanklikken dat het niet veilig is. Mm-hmm. Dan blijft de machine uit. Dan kunnen ze niet meer rijden, moeten ze eerst naar de leidinggevende. En die moet hem dan
akkoord geven. Ja, ja. En dat is dan ook weer uit de praktijk, ga ik vanuit, dat het gewoon veiliger is om naar te kijken. Ja. Ja, jij gaat straks naar een magazijn. Wordt het een alledaagse keuring of verwacht je veel problemen? Of hoe zie je het voor? Nou, ik heb voor nu nog een paar storingjes openstaan. Ja, dus die ga ik eerst verwerken. En dan als er nog tijd over is vandaag, dan gaan we met de keuringen verder. Ja. En dan, maar voor bijvoorbeeld voor morgen staat wel weer gewoon... Je begint eigenlijk, probeer ik altijd wel met gewoon onderhoud keuren. Ja. Dat je dat meepakt. Mm. En dan... Ja, dan is net gaandeweg de dag of er een storing of iets tussendoor komt. Jij doet het nu 16 jaar, hè? Ja. Is het iedere dag even leuk? Of hoeveel... Ja, het is heel wisselend. Heel wisselend. En soms zit je echt met het keuren. Heb je echt een waslijst openstaan van één klant. Dan, zoals nu bij één klant, heb ik er, ik denk, nog 18 of 20 openstaan. Die dan voor de komende maand gedaan moeten zijn. Alleen dan, die proberen in te plannen. En dan, als je een hele dag kan maken, kijk, dan kan je er lekker doorheen knallen. En dan kan je gewoon lekker onderhoudje, lekker keuren. En dan is het gewoon lekker routine. Want het zijn allemaal dezelfde trucjes. En dan kan je die mooi wegwerken. En ja, andere dagen is het echt van storing naar storing rijden. Ja, dat is heel verschillend. Ja, ja, ja. En het is ook net met in de groep, in de regio, hoe je zit met de bezetting. Als iedereen er is, kijk, dan heb je vaker meer tijd voor je onderhoudjes en de keuringen. En als er een paar vrij ziek of wat dan ook zijn, ja, dan zit je met wat minder mankracht. Mm-hmm. Ja, dan is het vaker van storing naar storing rijden. Mm-hmm. En dan, maar dat is zo, ja, het is elke dag anders. Genoeg uitdagingen. Niet ieder magazijn is hetzelfde natuurlijk. Blijft groeien. Dus, ja, en bij sommige klanten is iets, dan komt hij binnen. Dan weet je alweer hoe je terechtkomt, waar je staat, op wat voor plekje, de omstandigheden. Maar ja, dan hoort er ook bij een andere klant, denk ik, oh, maar dat is... Dat is een mooie. Daar kan ik mooi staan vandaag. Dat is heel verschillend. Dat weet je vaak al van tevoren. Mm-hmm. En dan, dus dan weet je al een beetje van hoe je moet instellen. Ja, met, hoe je ervoor gaat staan. Ja. Oké, mooi. Dat was hem. De tweede uitzending van onze serie podcast. Frank Lindeman, service monteur bij Toyota Material Handling. Ja. Bedankt voor je aanwezigheid. Ja, super. Ook Jan Hommes, directeur van BMT. En we zien jou ook weer terug in de volgende uitzending. Ja, ik zie er naar uit. Ja, in de volgende podcast praten we door over hoe je er nou eigenlijk voor zorgt dat je dus, wat jij ook al aangaf tijdens de uitzending, Jan, hoe je dus die veiligheidscultuur creëert. Mocht je vragen willen insturen, stuur die dan even naar warehousetotaal@ijsma.nl of laat een comment achter op onze socials. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.